De laatste tijd zie ik mijn hele tijdlijn volstaan met informatie over AI-writers. Je kan namelijk je teksten laten schrijven door een bot. AI staat voor Artificial Intelligence. Wist je dat je ook je afbeeldingen kan laten maken door een AI-bot? Met Midjourney kan je dat gratis doen. Je mag 25 afbeeldingen maken zonder te betalen. En dat wordt gedaan op een Discord-server. Discord kan je zowel gebruiken op je computer als op je telefoon en is gratis in gebruik. Het enige wat je hoeft te doen is je gratis aan te melden op midjourney.com en join de beta. En zodra dat je in Discord gaat, krijg je de mogelijkheid om even de voorwaarden te accepteren. Dan mag je gratis aan de slag. Hier ga je vervolgens naar Discord en dan kies je een van de newbie channels. Hier zie je al alle kunstwerken die mensen hebben gemaakt. Dus je ziet hier wat er daadwerkelijk ingetypt wordt en dat wordt er ook geproduceerd. Op dit moment ben ik op zoek naar een plaatje van een hamburger. Een realistische afbeelding, alsof het voedselfotografie is geweest. Dus ik ga nu naar de balk toe met message, klik ik slash, imagine. Dan gaat hij voor mij verzinnen. Spatie voor de prompt. En in dit geval heb ik even de vrijheid genomen om de informatie die ik nodig heb te plakken. A fresh juicy beef burger with cheese, lettuce, tomato, dripping mustard, realistic food photography, well lit, professional lighting setup. En dan vervolgens zie je hier twee mintekens, een V en een spatie voor 4. Dat is versie 4, dat vind ik persoonlijk de mooiste versie en is op dit moment de standaard in Midjourney. En dan zie je nog twee keer minteken stylize 500. Een stylize gaat over de hoeveelheid detail die je wil aanbrengen in je afbeelding. Je kan met versie 4 kiezen tussen de 0 en de 1000. En naarmate dat je een hoger getal neemt, is die ook langer bezig met de afbeelding te renderen. Dus je moet ongeveer een minuutje rekenen. En je mag 25 gratis afbeeldingen maken. Maar op het moment dat je op een betaald plan zit, heb je bijvoorbeeld 15 uur aan rendertijd die je mag gebruiken. Deze prompt is helemaal compleet, dus ik ga even enter geven. En dan gaat hij vervolgens aan de slag. Dus je ziet hier waiting to start staan. En het kan zijn dat hij nogal snel heen en weer schuift op je scherm, zodat je hem in één keer kwijt bent. Hou daar even rekening mee. Het is wel een mogelijkheid om te zoeken, maar het is makkelijker om je muis in de buurt te houden. Dus je ziet hier nu 0% staan en het plaatje wordt gemaakt. Dus je ziet hem hier al heel klein beetje verschijnen. Hij ziet er nu nog helemaal niet mooi uit. 62% en je ziet in ieder geval wel dat het een hamburger betreft. 93%, daar komt hij al. En nu zal hij zo meteen ineens wegschieten omdat hij klaar is. Dus ik ga even kijken naar beneden. Als ik erop klik, wordt hij vergroot en dit ziet er echt al wel goed uit. Dus dit krijg je niet zomaar voor elkaar als je eventjes thuis een afbeelding nodig hebt. En zeker niet met een tool zoals Photoshop, dan zal je echt wel of stokafbeeldingen nodig hebben of een echte hamburger. Dus even kijken welke ik het beste eruit vind zien. Ik vind hier de ui een beetje groot. Deze ziet er een beetje raar gestapeld uit. Hier is een stokje in. Ik vind deze het beste. Dus je hebt hier versie 1. 2, 3 en 4. Klik er even naast. En ik zei dat ik nummer 2 het beste vond. Dan heb je hier 4 opties en daar 4 opties. De eerste 4 betekent upscale. U staat voor upscale en V is voor de versie die je graag verder wil verdiepen. Dus ik ga voor upscalen van nummer 2. En ik vind dat er nog wel even wat gedaan mag worden aan de afbeelding. En vervolgens gaat hij weer voor mij aan het werk om die afbeelding mooi te maken. Dit kan dus tot een minuutje duren. Hier heeft hij nieuw bericht aangemaakt waarmee dat hij bezig is. Hij is nu klaar met het upscalen van mijn afbeelding. En als ik erop klik, heb ik een hele mooie, hoge resolutie afbeelding die ik mag gebruiken voor mijn website. Dus deze afbeeldingen worden niet gemaakt door iemand, worden ook niet geleend van andere kunstenaars van het internet, maar worden echt gemaakt door deze bot. Hier zie ik de afbeelding op deze maat. Als ik klik op Open in Browser, heb ik de mogelijkheid om een hoge resolutie afbeelding hiervan op te slaan. Klik afbeelding opslaan en de foto is voor jou om te gebruiken. Je kan met Midjourney echt overal afbeeldingen van maken. Je kan zelfs je website opnieuw laten ontwerpen, productfoto's beschrijven of bekende mensen vragen om bepaalde dingen te doen. Dus heel veel succes hiermee en ik ben heel benieuwd naar jouw creaties.